Potje Padel is powered by De Padellers. Ja. Ja, we gaan beginnen. Wil je beginnen? Wil jij hem in padeltermen te spreken aftrappen? Nou ja, dat wil ik heel graag. Omdat we zeggen iedere keer, we hebben hele grote namen. Hele belangrijke gasten. Maar ja, soms denk ik, zelfs dan zetten we het te klein in. Ja, hè? Het is een understatement. Ja, dat is een understatement. Ja, want nu hebben we echt een grote naam. Misschien wel mijn favoriete naam. Van allemaal. In Potje Padel praat ik, Peter Heerschop. En ik, Jamie Trinité, over de meest populaire sport van dit moment, padel. Is dat nou terecht of hebben we het over een paar jaar gewoon over squash en tennis? We bespreken het vandaag met... Rafael van der Vaart. Dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Echt topvoetballer, topanalist. En goed mens. Heel fijn, gezellig mens wel ook. Ja, als je hem ziet, dan denk je gelijk, Raf is er ook. Hey Raf, welkom. Ja, wel ongemakkelijk als jullie zo over mij praten, moet ik zeggen. Nou, het wordt nog veel ongemakkelijker. Maar dankjewel voor de... Want je schijnt ook nog een fenomenale padeller te zijn. Iedereen zet jou dus echt op één van alle oud-profvoetballers, zeggen ze, iedereen padelt. En dan heb je Rafael van der Vaart. Nou, dat is wel heel erg groot compliment. Ik moet wel zeggen, in mijn ding denk ik wel dat ik, en dat betekent, dat gelooft niemand... Mm-hmm. Het verdedigend opzicht. Daar heb ik plezier in. Ja. Jij kan op de padelbaan ongelooflijk goed verdedigen. Ja, dat is. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is gewoon. Dus ik sla alles terug. En het ziet er eigenlijk. Ik noem mezelf altijd een beetje de Dirk Kuyt van de padelspot. Het ziet er niet uit, maar het werkt heel goed. Je hebt hem hard nodig. Ja, dus ik ben eigenlijk best wel. Met terugwerkende krachten trots op Dirk Kuyt. Maar verdediger, je bent een creatieve aanvallende middenvelder. Ja. En waarom ben je opeens aan het verdedigen? Terugbrengen, alleen maar terugbrengen, dat is niet Rafael van der Vaart. Nee. Maar als jij met gasten speelt die gewoon van het tennis komen, van heel vaak elke dag spelen, dat doe ik niet. En als je dan merkt van, als je hard gaat slaan of je probeert te aanvallen... Ja, mijn volleys zijn oké, maar niet zoals een tennis. En dan krijgen ze om je oren. Dus ik dacht, dan ga ik het op mijn manier doen. En gewoon alles terugslaan. En ze gaan op een gegeven moment missen ze wel een keer, denk je dan. En kom je dan niet enorm met conditie ook in de knoop? Dat lange rally, zwaar? Nee. Want ze missen over het algemeen van drie gewoon keer. Gewoon naar drie. Je hoeft niet zo lang te wachten op een foutje. Precies. Oh, wat goed. Heb ik een maatje naast me. Dat moet wel, het padel. Eentje die kan killen. Ik speel wel eens met Aaron Winter, die wil heel graag met mij spelen altijd. Ik wat minder met hem, maar ook wel graag. En wij spelen precies hetzelfde. Dus we brengen alles de hele tijd terug. Maar ja, dan dure punten, inderdaad. Ja, dan zijn wij na vier games, dan kun je ons wegdragen bijna. Dat duurt dan heel lang. Laten we toch nog even één stap terug, want we hebben het nu meteen over hoe goed hij is. Ik wil ook heel even me richten tot jou, Peter. Ik weet wat je gaat vragen. Ja, maar ik ben ook gespannen. Ik zou eigenlijk nu een klein roffeltje willen. Maar Peter Heerschop, het is iets van de vierde aflevering. Ja. Heb je al één keer nu gepadeld? Ja. Ja? Heb je een keer gespeeld nu? Ja, ik heb met mijn vrienden van de ADO, van de Sportacademie. Niet met Steffi? Nee, daar kom ik zo op. Oh. Steffi, ik hoop dat je luistert. Ja, die zal wel luisteren. Ja. Ja. Nou, laat ik zo zeggen. De eerste drie afleveringen hebben jullie mij verteld dat als je gaat padellen, dat iedereen gelijk het gevoel heeft dat hij echt heel erg goed is. Ja. Nou, niet iedereen hoor. Ja, nee. Het viel tegen. Nou ja, kijk, gewoon makkelijk terugslaan. Ik tennis ook en ik honkbal. En ik weet je, dat zit wel de beweging. Maar dat er ook iets achter je is. En dat je kunt omdraaien. En via die. Dat vind ik echt moeilijk, ja. Ik vond het best wel moeilijk, die sport. En toch heel erg. Ontzettend... Want ik vind dit. Ja, het gevoel, Peter. Het gevoel. Ik had het gevoel dat ik er wel heel erg goed in zou kunnen worden. Maar ik heb ook het gevoel dat ik niet een natuurlijk talent ben. Maar wel wat lesjes nodig heb. Steffi? En zo kwam ik bij Steffi. Ah, dus Steffi. Maar is dat het niet? Dat het daarom zo leuk is dat je. Voor mij is het dat je veel snel beter wordt. Dat gevoel. Nou ja, ik had in het begin ook niet dat ik dacht van... Goh, jeetje, wat ben ik goed? Dat niet.
Dat kwam pas later. Hoor, nou ja, je werd snel beter, omdat je er een beetje handigheid in nou, kreeg. Ik zag, want je slaat wel makkelijk terug. Ja, ja toch? Nou ja, het is een makkelijke techniek. Nou ja, het is anders dan een tennisracket. Dat vraagt toch meer techniek. Lijkt wel. Of zeg ik iets heel doms. Nee, hier denk je gewoon, ja, ik sla hem terug. Hop, en dat gaat nog wel. Maar ik had het misschien iets te makkelijk opgenomen. Want ik hoorde iedere keer, padel is heel makkelijk. Iedereen kan. Ja, wij hebben jou natuurlijk voorgespiegeld. Ja. Dat jij best wel snel in jouw leeftijdscategorie tot de absolute top van Nederland zou kunnen gaan behoren. Ja, en dat had jij in je hoofd. Maar daar geloof ik ook nog steeds in. Ja. Alleen moet ik nog wat ouder worden, denk ik. Die nee, maar laat ik het echt vragen. Ik heb het voor het eerst gespeeld. Ik heb het ook één keer, maar dat is echt wel 15 jaar geleden in Spanje een keer gespeeld tegen een paar. Oh, je had het wel al een keer gespeeld. Ik heb het één keer, dat geef ik nu toe. Die aap komt nu uit de mouw. Ja, ik heb het eigenlijk best wel vaak gespeeld. Nee, ik heb het toen één keer gespeeld en daarna nooit meer. En ik, om me heen is iedereen super enthousiast. En deze jongens ook. En ik geef toe, het is hartstikke leuk. Raf, ik vind het ook heel erg leuk. Hoe ben jij enthousiast geworden over padel? Nou, ik heb het denk ook wel een jaartje of wat is het, 20, 25 misschien wel geleden gespeeld in Spanje. Mijn moeder is Spaans, dus ik ging elk jaar naar Zuid-Spanje op vakantie. En dan had je nog die betonnen muren, weet je wel, die groene, echt die oude banen. Dat heb ik voor het eerst gedaan en toen vond ik het al heel erg leuk. Ja, daarna heb ik nog tegen mijn vader voor de gein gezegd, misschien moeten we dit naar Nederland brengen. Een soort van investering, nooit gedaan. Stom natuurlijk, nu achteraf gezien. Maar ja, weet je... Kijk, als je stopt met voetballen, dan mis je een beetje dat kleine jongensgevoel van thuiskomen. Oh, het was zo goed. Of het ging lekker. Ja, dat had ik niet meer. En toen ging ik dit doen. En toen kwam ik bij Stefana vaak thuis en zei, jezus, wat was ik goed zeg vandaag. En gewonnen. En als ik dan verloor, was ik chagrijnig. En weet je, zo. Dus dat zocht ik heel erg. En dat heb ik nu weer helemaal gevonden. Dus elke keer als ik speel, eigenlijk winnen of verliezen, dat alles geven... Tot aan het gaatje gaan, vind ik heerlijk. Maar alleen maar dit. Als je mij zegt, ga nu een half uur lopen, dan kom ik na 5 minuten terug. Nee, maar dat heeft geen balletje. Nee. Maar tennis of zaalvoetbal of... Ja, dat heb ik niet meer zo. Nee. Ik doe nu in Roemenië weer een beetje voetballen. 6-6 op kunstgras, minivoetbal heet dat. Dat is dan wel weer leuk. Maar nee, het is ook weer een hele andere conditie. Het voetbal is gewoon een hele zware sport, ben ik achtergekomen. Kun je uitleggen, Rafael, waarom padel leuker is dan tennis en dat soort en minivoetbal? Hier zeg je, dit is echt leuker. Waarom? Nou ja, het is voor mij ook het sociale. Ik heb enorm veel vrienden gekregen door het, of kennissen, laten we het dan maar zo noemen, maar door het padel. Dat vind ik leuk. En qua spelletje vind ik gewoon tennis, het is allemaal zo, je moet die ballen halen. Op ons niveau gooit niemand de bal naar je toe om, gaan we weer serveren. Dat is wel een beetje verwend, hè? We hebben geen ballen, wat dat betreft. Daarom vind ik tennis niet leuk, je moet de bal halen. Ja, maar hoe vaak zie je dat? Dan sla je weer, dan moet je weer. En, ik vind het moeilijker, dus het is moeilijker onder de knie te krijgen. En het is toch heerlijk, weet je, dat je... Zo'n bal tegen de muur en dan pak je hem. En dan, ja, ik vind dat veel leuker als tennis. Maar ja, dat is persoonlijk. En volgens mij heeft iedereen dat wel een beetje. Je zegt, ik ben erg verdedigend. Maar kan jij ook wel eens een balletje de kooi uitslaan? Nee, ik kan alleen... Dat is mijn grootste padelfrustratie. Dat lukt me dus nooit. Oh, alleen, ik heb kan hem wel, te pakken. Je grootste wel, padelfrustratie. Ik kan wel naar het net rennen als iemand dan tekort gaat. Dan zo eruit tikken, weet je wel. Dat red ik wel. Ik weet niet wat je bedoelt. Als ik zeg maar een laag balletje gespeeld en hun spelen hem net over het net terug, dan kun je heel snel aansluiten, noem ik dat, heb ik geleerd. En dan sla je hem zeg maar zo... Met je pik op het net. Met je pik op het net. Maar dan sla je hem niet met je pik, maar met je racket zo de kooi uit. Oké. Moet je eens proberen. Ja, dat ga ik ook doen. Dit is tip 1, hè? Goed gevoel die je vooraf krijgt. Ja. Nee, maar ik ben 1-0 hoor, ja. Ja. Vind je, als je hem er nou over hoort, hè? Gaat het dan niet toch chapter 2 een beetje kriebelen dan weer? Nee, dat is... Ik ben echt maar om. Wel? Ja, dat bleek helemaal niet uit wat je net zei. Je had gespeeld, het viel toch een beetje tegen. Het was moeilijker dan je dacht. Nee, het viel niet tegen. Ik viel mezelf tegen. Ik had mezelf hoger ingeschat. En ik moest nederiger zijn.
En kijk, ik heb vrienden. Ik weet niet of jullie zulke vrienden ook hebben. Alles wat, dit zijn sportacademie vrienden. Mm-hmm. Ik ben in heel veel dingen ben ik gewoon de slechtste van dat groepje. En dat is ook mijn taak. We gaan fietsen, dan gaan we bergen op. En dan gaan zij om mij heen cirkelen. En dan zeggen ze dat ze heel trots zijn. Oh, wat goed dat je dit ook kan. Oh, wat fijn dat je meegaat. Maar ik ben gewoon de slechtste. En ik dacht hierbij, nou, nu is een sport, dat kunnen we allemaal niet zo goed. Kijk, ik was weer de minste. Mm. En dat vinden zij fijn, want iemand moet de minste zijn. En je moet iemand kunnen uitlachen. Maar ik voel dat ik hier beter in kan worden. Ik voel dat ik kan aansluiten. Raf, ben je nu heel erg ook bezig met filmpjes kijken over padel? Ga je naar wedstrijden toe? Ga je, op welke manieren probeer je allemaal beter te worden? Ik weet het niet. Ik ben wel een beetje een raar, hoor, want ik hou niet van lessen. Iedereen zegt, ik moet les nemen, maar ik vind lessen gewoon niet leuk. Ik vond trainen wel leuk, maar ook niet als voetballer. Dacht van, nou, goh, ik ga even lekker trainen. Als een wedstrijd was, dacht ik, ja, lekker, leuk. En dat heb ik met padel eigenlijk ook. Er komen wel eens video's voorbij, dan ga je wel eens kijken. Dat je denkt, jeetje, weet je wel, van die belangrijke punten, mooie punten. En ik was laatst in Denemarken. En daar heb je zo'n livestream op één baan. Dus dan, die baan hadden we dan geboekt. En dan kon je dus live, een livestream kon je zelf kijken daarna. En mensen thuis kunnen dat ook, als je dat doorstuurt, kijken. Maar dan moet ik wel eens zeggen, dat ziet er toch anders uit. Je denkt dat je heel erg de bink bent op de baan. Ja. Dan ziet het er gewoon langzaam, sloom uit. Daar vergissen mensen zich wel eens. Want als je niet gewend bent, hè, ik ben gewend uit voetbal, dat je naar jezelf wel eens zit te kijken. Dan was dit heel confronterend. Maar ook met gasten die dan heel fit zijn en goede volleys denken. Jeetje, nou, in mijn hoofd gaat het veel sneller. Je zegt nou drie keer eigenlijk, gasten die fit zijn. Ik nee. zelf niet zo fit. Vind jij jezelf op dit moment niet fit? En heb je daar dan op de baan ook last nee, van? Nee, omdat, maar ik heb meer over postuur. Hè? Ja? Dat mensen die leven er heel erg voor. En die. Maar ja, goed, ik vind het heerlijk om daarna lekker een wijntje te doen. En dan zie ik gasten waar ik me speel, die doen dan een shaky. Ja, jij wil gewoon lekker drankje, lekker wijntje naar afloop. Doe je dat dan ook? Zijn er plekken waar jij dan de baan afloopt? Want daar moet je Peter even een beetje in meenemen. Ja, nee. Hoe gezellig is het dan na zo'n potje? Ik vind dit namelijk echt ook belangrijk. Want ja, dat weet ik. Ik heb het beeld toch dat het niet een verenigingssport is. Je huurt een baan ergens en je gaat weg. En dan en ik ben echt wel een... Ik hou gewoon van een vereniging ergens bij horen. Eigen clubhuis, eigen kantine. Een lekker eikenhouten bruine bar erbij. Dat toch? Ja, dat mis je wel. Alleen ik speel dan vaak in Beverwijk bij Primos. Daar heb je dan nog die kantinesfeer. Omdat het ook van het tennis, dat is zo'n hele kleine kantine. En daar heb je het wel meer. Maar het is ook een beetje met wie je speelt. Je speelt ook wel eens alleen maar met vreemden. En dan zeg ik tegen de gasten, jongens, biertje, wijntje. Nou. En dan blijf je in één keer een uur zitten. En wereld. Maar het zit er niet in. Daar ben ik nog wel... En daar pas jij dan ook de tijdstippen op aan? Want ik bedoel, heel veel van die jongens die zo serieus zijn, die gaan allemaal om 10:00 ochtends altijd spelen. Ja, maar om 12:00 is toch een prachtig tijdstip om een wijntje te nemen. Volgens mij moeten we lekker met Raf dinsdagmiddag om 12:00 een potje gaan spelen. En daarna wijnen. Ja, nu ben ik weer een stapje verder. Toch? Ik heb beide. Ik vind het ook leuk om met Steffi te gaan trainen. Om echt veel beter te worden. Ja, ik vind dit klinkt me dan... En daarna, lekker een wijntje. Weet je wat ik zo irritant eruit vind zien... als ik naar die trainingsfilmpjes kijk? Die ballen, die worden toch ongelooflijk makkelijk aangegeven. Dat is toch niet realistisch, man? Je haalt de woorden... Ik wou het net zeggen tegen je, want ik train er... En dan heb ik best wel een aardige bandega. Die jongens met die trainingen, die krijgen die ballen allemaal heerlijk. Half hoog, heel zacht. En dan zie je ze die ballen uit die kooi beuken, ja... Dat is toch raar? Dat is net als een bal voor open goal. Knap om hem erin te schieten. Je moet er wel een keeper neerzetten. Dan wordt het in de grond een beetje spannend. Dus de trainingsballen hebben niks te maken met de realiteit. Ik ben het helemaal eens. Nu ben ik het helemaal eens met je. Ja. Wij hadden vroeger wel eens met voetbal hadden we trainingen. En dan moest je afmaken op het doel zonder keeper. Ja, waar heb je het nou over? Ja, dan is het niet leuk. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Nou. Wat mensen op straat ervan vinden. We vragen vandaag, is padel een sport voor luie mensen? Voor luie mensen? Nee, niet per se. Het is best, je moet er wel voor inspannen.
En dat je heel snel moet bewegen, of niet? Dat denk ik niet. Ja, waarom niet? Nou, omdat je het sowieso in beweging bent, dus dan ben je sowieso niet lui in mijn optiek. Kijk, als je hard je best doet, dan is het intensief. Maar als je een beetje blijft staan, ja, dan kan het best lui zijn. Ik zie geen luie mensen echt padellen. Ja, nou ja. Nee, kom op. Nee, waarom niet? Nou, luie mensen komen niet van de bank af, toch? Nee, niet luie mensen. Vind je padel een moeilijke sport in het algemeen, of? Nee, maar dat komt ook omdat ik heb getennist, dus het zit er wel in. Maar sowieso denk ik dat het makkelijk is om in te stappen wel. Nee, ik denk dat als je het helemaal onder de knie hebt, dat het niet heel lastig is. Als je het echt goed wil doen, is het wel een moeilijke sport. Ik geloof dat het wel vrij veel inzicht vereist, zeg maar. Ja, jawel, maar ik denk wel dat je snel het kan, maar niet snel er heel goed in bent. Echt een leuke, goede sport. Actieve sport? Ja, ja. Ja, als je natuurlijk begint, dan kan je natuurlijk helemaal geen kloot van. Dat is best logisch, maar al begin je het langer te doen, een uurtje, twee uurtjes in de maand of zo, weet ik het, dan heb je snel onder de knie. Ik vond het wel interessant wat ze zeiden. Jawel. Maar nu wij weer. Raf, luister. We zitten hier tegenover elkaar, allemaal top. Maar voor mij is het toch niet helemaal normaal. En ik zal je vertellen waarom. Ik was 13 en het was 30 november 2003. Ja. Zegt dat je wat? Ja, ik wel, toch? Feyenoord goal, waarschijnlijk, ja. En ik zat linker cornervlagje vanaf de spelers gezien. Precies op de hoogte van die hak. Ja. Nou, mijn leven in de arena en überhaupt daarna nooit meer hetzelfde geworden. In die hak zat zoveel schoonheid en joie de vivre en alles wat je op de training niet eens kan verzinnen, maar je doet het in een wedstrijd. Ja. Dat ben jij ook. En moet dat op die padelbaan niet op de meest idiote momenten toch ook niet af en toe weer even terug? Ja. Zo'n moment dat je gewoon nee, magie... Hij is het terugbrengen. Ja, weet je, hij is het terugbrengen. Ja, ik heb wel... Ik heb inderdaad wel momenten waarvan ik denk... Oh, ja. Oh toch wel? Maar dat is, het is heel gek, omdat het is niet uit te leggen. Kijk, het is natuurlijk heel mooi hoe je het zegt en hoe je het verwoordt. En dan neem me ook weer even terug in dat moment toen ik daar was, omdat dat gewoon... Ja, een doelpunt die is de wereld overgegaan. En kijk, een volley in de kruising of een stiffie zie je vaker. Maar dit soort goals, nou, nee, misschien hebben er gebeurd. Vijf ooit gemaakt. Zo, ja. En dan ook nog eens in zo'n wedstrijd. En, maar dat gebeurt zonder dat ik weet dat het gebeurt op dat moment. Dus het is een soort van gevoel wat niet uit te leggen is. Dus die bal, je weet, dat weet ik natuurlijk wel van, ook met padel. Je weet waar een bal gaat vallen. Als je iemand ziet schieten, denk je... Hey, die gaat hem verkeerd raken. En in dit geval was Mitea, die raakte de volley verkeerd. Dus die bal, ik liep voorbij de bal. En uit reactie was dat het enige wat ik kon doen. Maar ik ging ook weer meteen kijken. Ik keek achter me. En dan liep Wesley Sonck helemaal vrij. Die kon hem zo in het lege doel tikken. Dus als ik hem niet... Ja, als ik hem over had geschoten, ja, of zo. Ja. Ja, misschien heeft dat ook wel een beetje zijn carrière gekost bij Ajax. Als hij daar wel had binnengelopen. Was hij natuurlijk de man van die dag geworden waarschijnlijk. Even over de acties die jij hebt gedaan. Je hebt ook padel gebruikt en de sport ook gebruikt om iets voor doelen te doen. Voor goede doelen te doen. Je hebt 48 uur een keer. Ja, dat was voor de Guinness Book of Records in Duitsland. Ben ik met een maatje heen gegaan. Met Pistivan. Ons bekend, mijn maatje waar ik hiermee speel. 48 uur padellen. Maar dat was wel een misverstand. Dat je staat zelf niet 48 uur op de baan. Maar je bent met een grote groep. En één baan wordt... 48 uur bespeeld. Ja, en dan als je wint, dan blijf je staan. Dus soms stond je wel eens 10 uur op een baan. En dan had je weer een paar uur pauze. En dan begon je weer opnieuw. En als je verloor, was je gewoon... Had je gewoon steeds pauze. Dat maar dat was voor een wereldrecord. Ja, voor wereldrecord. Maar voor Villa Padoue hebben we wel eens wat gedaan. Ja. We gaan 25 mei ZZF, Zeldzame Ziekenfonds, gaan we een groot toernooi organiseren in Beverwijk. Ja, omdat ook een beetje, natuurlijk, we hebben allemaal een bekende naam. We denken allemaal dat we heel goed kunnen padellen. En dan is het leuk om sowieso een toernooitje te spelen. En daar ook sponsors voor te zoeken. En meet and greets en noem alles maar op. Dus, maar het is wel heel populair, toch? Ik bedoel, je krijgt volgens mij wel een hoop grote namen op de baan. Wij krijgen bijvoorbeeld ook, mag wel zeggen, grote namen in de podcast. Volgens mij, mensen willen wel, hè? Mensen willen absoluut. Als je gepadeld wordt, die komen gewoon. En dat is het leuke natuurlijk. En als je nu zegt, we gaan een potje tennissen. Zeg maar,
Lama. Maar potje padel, oké, okay, waar? Ik ben in Denemarken, heb ik wel eens 3 uur gereden voor 2 uur padel. Maar omdat ik denk dat soort acties voor Vira Pardoes bijvoorbeeld, dat is ook heel goed voor de uitstraling van de sport. Dat je denkt, oh ja, maar daar denken ze ook over na. Het is ook een mooi maatschappelijk doel en daar zijn ze ook mee bezig. Ik denk dat het heel goed werkt. Vind jij dat de KNLTB, ik bedoel, ik weet wel dat jij daar niet zoveel mee te maken hebt, maar vind jij dat de KNLTB een bepaalde rol daarin nu heeft of in zou moeten hebben of iets in zou moeten veranderen? Heb jij daar iets over te zeggen? Nou, ik niet persoonlijk, maar ik denk wel dat het is nog een strijd. Denk ik. Ik denk dat het meer een wedstrijd nog steeds is tussen tennis en padel. Leuk voorbeeld, die jongen in Roemenië, die heeft dan 3 banen gehad bij een tennisbaan uiteraard. Mm-hmm. En ik sloeg een bal op de tennisbaan, maar dat was les. En toen zei hij tegen me, let maar op, ga hem niet teruggooien. En die man die keek ze naar die bal. En die legde hem zo naast zijn eigen baan neer, weet je wel. Nog heel, en daar is het echt helemaal in het begin. Dus dat is nog volgens mij, zo zie ik het, een echte strijd nog steeds. Omdat de echte tennisspelers nog steeds gewoon willen tennissen. En die haten padellers. Dat gevoel krijg je een beetje. Ja. Haat jij padellers? Jij bent een echte tennisser. Ik eigenlijk ook, maar ik ben al over mijn haat heen. Nee, natuurlijk niet. Want je bent wel een echte tennisser. Ja, maar ik bedoel, ik haat toch geen andere sporters of zo. Maar ik vind het een krankzinnig verhaal. Ik vind het ook treurig en sneu figuur. Een bal naast je leggen en denk je, hey, omdat zij dat doen, helemaal niet. Nee, maar jij was ook wel heel twijfelachtig. Je zat hier ook van, ja, waar gaan we het überhaupt over hebben? Ik geef toe dat omdat mensen om me heen er zo enthousiast over waren, ja. dan vind ik het ook leuk om de rol aan te nemen van, ja, jullie zeggen dat het zo leuk is het niet en zo belangrijk. Dat is gewoon ook een rol die ik af en toe leuk vind. Ik heb het met Van Basten over gehad. Wat zeg je? Van Basten heeft het precies hetzelfde. Die kan natuurlijk heel goed squassen. Maar denk maar niet dat je hem aan het padellen krijgt. Hoor. Nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Nee. Die moeten we dan ook eens uitnodigen. Ja, moet je eens een keer doen. Dat lijkt me echt leuk om hem ook dan te overtuigen. En dan hem met jou misschien. Samen. Ja, maar dan heb ik jou wel voor het enthousiasme nodig. Anders heb ik 2 van die beetje chagrijnige kerels bij me. Nee, ik ben toch al lang niet meer chagrijnig. Het is ook, dat is toch ook leuk als iedereen super enthousiast is. En eentje die blijft er een beetje over zitten. Een beetje de Willem van Hanegem. Een beetje dat je denkt, ja, iedereen vindt het geweldig. En Willem zegt dan, dat is hele beperkte voetballen. Ja, dat. Misschien meent hij dat ook helemaal niet. Het is toch een beetje dolle met elkaar. Ik vind het echt leuk. Ik bin ein Padeller, zeg du ik bist tegenwoordig ein wel. Ja. Wat lekker. Ja. Welkom bij. Dankjewel. Maar, en nu ga ik er ook stevig in. Ja. Ik moet er even de kleren kopen nog. Want ik merk dat ik niet helemaal het goede pakje aan had. Maar dat maakt nog niet uit. Kopen, maar dat ga ik ook doen. Hè? Ik ga het echt allemaal. Ik zorg dat ik er goed uitzie. Mensen denken, oh, hij is serieus. Zou het ook een sport kunnen zijn voor de Olympische Spelen? Absoluut. Is het een leuke kijksport? Ja, ik moet zeggen, in het begin had ik er niks mee. Omdat ik vond het een beetje raar ogen. Misschien kwam het ook door de camera's, wat toen nog niet helemaal top was. Zou kunnen hoor. Maar ik vond het niet zo leuk om te kijken. Alleen nu verdiep ik me er wat meer in en vind ik het wel leuk. En ik was ook in Amsterdam bij dat toernooi. In de hallen. Ja, en toen was de halve finale. Ja, dan ben je wel aan het genieten, zeg maar. Wie is in jouw ogen op het ogenblik de beste padeller van de wereld? Ja, dat vind ik heel moeilijk, omdat ik denk dat het niveau... Maar ik vind Paquito Navarro. Ik ben heel slecht in naam, maar dat is een show. Daar hadden we het dus ook over, Peter. Ja, sorry, sorry Raf, jij zit er ook maar bij nu, maar dan zitten we dus in aflevering 4. Daar zitten weken tussen. Ja. En de vorige keer hadden we het erover, Peter. Je hebt je niet voorbereid, zeg jij. Je bereid je niet voor. Ja. En kijk nou eens een keer op YouTube een leuk filmpje. Paquito Navarro. Ik denk dat als jij padel leuke rally invult op YouTube, dan zie je Paquito Navarro. Had je kunnen doen, Peter.
Heb ik niet gedaan. Nee, waarom niet? Nou, daarom vroeg ik ook net aan Raf of hij ook filmpjes kijkt en dingetjes. En toen zei hij ook wel, ja, okay. niet ook weinig. Ja, maar wij zijn ook niet, ik ben ook niet zo van de Instagram en internet. En dat, dus ik, ja, en als ik iets kijk, is het vaak natuurlijk voetbal. Ja, maar jij vindt het leuk, jij staat al op de baan. Ja. Hij doet een padelpodcast en heeft nog nooit gepadeld. Nee, jawel, maar nu wel. En het klopt inderdaad. Ik ben er inderdaad helemaal open ingegaan. Dat is volgens mij ook mijn taak. Ik ga erin en ik luister. En ja, je hebt wel gelijk. Ik had ook meer moeten kijken. Filmpjes en zo. Dan zorg ik dat ik veel heb gezien en veel namen ken. Weet je nog Paquito Hernán? Paquito Navarro. Ja. Nee, maar ik echt waar. Ik voel me nu ook een beetje... Ja, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. Nou ja, ik denk... heb je een keer nu leuk gespeeld. Je hebt Rafael van der Vaart tegenover je. Ja. We zouden nog even terugkomen op lekker filmpjes kijken. En ik had het zo leuk gevonden als jij had gezegd... Hij heeft dan een mooie wedstrijd gezien. Dat jij dan had gezegd... Ik zag laatst een filmpje en dat hij dan... Hè, dat. Ja, maar ik geef eerlijk toe, dan als Rafael komt, dan denk ik... Ah, we gaan lekker over voetbal praten. Ja, dat heb ik ook een beetje trouwens. Ik zou ook niet leuk zijn als de eerste zin... Hey, Paquito Navarro, leuk. Dan had ik ook afknapper geweest. Nee, oké. Okay, we kunnen het ook nog even over voetbal hebben. Want, ja. Ajax, leuk. Ajax. Wat is de beste speler waar jij mee hebt gespeeld? In je actieve carrière voetbal? Nou ja, kijk, je moet altijd Ronaldo zeggen. Omdat dat was natuurlijk ongelooflijk. Als iemand 70 doelpunten per seizoen maakt. Maar de meeste indruk heb gemaakt. Ook een beetje qua type, qua alles. Was Guti. Oh ja? Ja. Want? Nou ja, dat was gewoon... Ik weet niet of je die assist kan herinneren. Die hakbal op Benzema. Ken je niet meer? Nee. Moet ik je dan laten zien. Ja, dat filmpje ga ik dus graag kijken. Ja, nou, ik geef hem zo wel even. Nee, het gaat om inzicht. Hè? En deze man die ging na de wedstrijd ook drinken. Daar vrouwen, noem maar op. Zag voetbal als de mooiste bijzaak. En als hij echt zin in had, dan presteerde hij waanzinnig. En ook vaak dan niet. Maar ik vond een geweldige persoonlijkheid. En een inzicht, dat was zelden... vertoond. En hij kreeg zo'n bal van Kakam en die nam je mee, liep alleen op doel af op de keeper. En hij hakte hem zo weer terug naar de 16. Dus die keeper die... En toen stond daar toevallig Benzema. Helemaal niet gekeken, maar Benzema was... En die scoorde dan, moet je maar kijken. En dat Deportivo La Coruña uit. Hey, en de beste padelpartner waar je ooit mee hebt gespeeld? Je gaat natuurlijk... De beste, ja... Moet ik even nadenken. Nou, ik heb Sean van Lottem speelde ik vaak mee. Die is ook echt beter geworden. Dus daar ben ik wel altijd van onder de indruk. En ik heb wel eens met Sean gespeeld. Is wel ook nog echt een heel erg tennisser, toch? Ja, maar als wij samen spelen, dan dat voelt wel lekker voor mij, laat ik het zo zeggen. Ook trouwens fanatiek. Krijg ik ook vaak op mijn flikken. Lop is wat hoger. Je kent ook wel eens boos weggelopen van de baan. Maar... Ja. Wat hoger? Wat is hoger lopen? Ja, hij zegt, maakt niet uit of ze een lop kan je natuurlijk heel diep spelen. Ja. Maar dat is best wel lastig. Want er staat een muurtje aan het einde. Ja, dat mag niet. Hè. Je moet eerst stuiten. Dat weet ik. En hij zegt, als hij maar hoog is, dan is het al goed. Weet je wel. En dan zijn ze weer te kort. En dan probeer je en dan ga je steeds... Krijg je van die trainingslopjes. Ja. Van die ballen die je op de training krijgt. Dat je denkt, die kan iedereen weg zijn. Oké, dus John Verlottem. Ja, dat vond ik wel. En dat vind ik voor me al te genieten van de volleys. Wat ze meegenomen hebben uit tennis. Daar kan ik echt van genieten. Maar als ik oud profvoetballer was geweest. En ik had heel veel geld verdiend. Dan denk ik dat ik wel van die Spaanse pro's gewoon dan laat overvliegen naar waar ik ook maar ben. Om dan met mij te spelen. Want dan leer ik het van de allerbeste. En dat doen sommige voetballers. Hè. Die nemen dan komt er weer een of andere Spaanse jongen die tot aan je navel reikt. Die staat dan per ongeluk nummer 30 of 20 van de wereld. En die komt dan met die voetballers meespelen. En dan krijg je ook in de app, krijg je dan die en die. Hebben wij gevraagd om even mee te spelen. Nou, leg €10 in. Hè. Ja. En dan mag je met hem meespelen. Maar vind je dat dan ook niet leuk om met de absolute wereldtop? Nee, weet je wat het is? Kijk, er zit een groot verschil tussen die appgroep waar wij in zitten. Dat is allemaal leuk, maar dat is heel erg
prestatiegericht. En iedereen denkt dat hij beter is dan dat hij is. En dan krijg je soms een niveau dat. Maar ik weet helemaal niet wat voor niveau ik heb. Dus ik zeg, nou, spelen. En dan zijn ze in één keer vol. Want dan waarschijnlijk denken ze dan, die is niet goed genoeg om mee te spelen. En dan, ik denk dan vaak uit een soort van respect, dan accepteren ze me nog. Maar dan kom ik aan en denk ik, nou. Was dit het nou? Was dit het? Ik heb niet eens gezweet. En iedereen denkt dat die prof kan worden. Maar dat is een misvatting. Niemand in Nederland, als je die nummer 1 van Nederland ziet, die gaan dat niveau aantikken van wat wij op televisie zien. En dat is ook best wel een beetje de moeilijkheid van deze sport, denk ik. Dat je het echt heel erg nationaal moet houden. Maar Bram Meijer en die Stan Richters. Bij elke sport is de top toch heel smal. Weet je, kijk, bij voetbal heb je misschien een brede top, maar ook een hele brede basis. Omdat er honderden miljoenen mensen voetballen. Ja, maar wat hij nu zegt is eigenlijk de, het gaat er ook de Talon om de breedte. De Talon Griekspoor van de. Ja, maar het is toch het even klein land. De Talon Griekspoor van deze wereld. Die staat nu. Hij stond vorige week 29ste van de wereld. Hij heeft de halve finale behaald. Dus hij staat misschien wel 20ste of 25ste van de wereld. Dat is absoluut de wereldtop. Die doet nu in het tennis mee. Ja. Met de beste van de wereld. Ja. En wat jij dus zegt, is dat Bram Meijer, Stan Richter, die kunnen dus in jouw optiek beter gewoon lekker thuis blijven. Nou, dat niet, omdat ze namelijk gewoon de beste van Nederland zijn. En ze trainen elke dag. En vooral Bram Meijer, die is echt elke dag voor mij fulltime bezig. Maar dan spelen ze tegen qualifiers op dat toernooi. En dan wordt het 6-1, 6-0. Ja. En dan heb je de beste van Nederland tegen, ik weet niet hoeveel van de wereld. Maar dat valt dan tegen, terwijl ze natuurlijk enorm goed kunnen slaan. Dus dat verschil is. Maar dat kan toch over 10, 15 jaar anders zijn? Het is toch een jonge sport? Wij maken nu deze podcast. Dat ja, maar dan moeten wel jonge jongens nu beginnen. Het begint toch gewoon met dat je zoveel mogelijk mensen vrolijk aan het padellen krijgt. En dan is de kans op dat er een topper tussen zit steeds groter. Waarom praten we alleen maar over we moeten zo goed mogelijk worden en we moeten mensen inhuren? Nee, dat moeten we inderdaad ook niet. Ik denk dat we zoveel mogelijk mensen aan het padellen moeten krijgen. Ja. En dan is de kans groter dat daar een hele goede tussen zit. En ik denk dat het een bijdrage is als het ook vanaf 12 uur 's middags met een wijntje kan. Je moet wel een Nederlandse Paquito moet je wel hebben om. Het zou zo leuk zijn, toch? Ja. Het zou de Max Verstappen van het padel die nu 12, 13 is. Max Verstappen is. Het zou toch smullen zijn? Nee, maar dan moet je. Het moet nog jonger. Ja, hij moet 8 zijn. Ja, je moet 8 zijn. Je moet echt. Je moet jouw zoon is toch 8? Ja, bijna. Je moet hem dat niet eens een record vast kunnen houden. Dan aan het beginnen, zeg maar. En mijn zoon is 1 jaar en 3 maanden. Ja, ik denk dat toch wel echt kans hebben. Nou ja, dat is dan aan jou, aan jullie. Ik denk dat ik hem. Hoe kan ik hem 1 jaar en 3 maanden dan het best? Kijk, ik hield Damian vast heel zielig. Het is geen kindermishandeling of zo, maar aan zijn handjes. En dan ging ik al met hem voetballen zo. Ja. Om hem maar aan het voetbal te krijgen. Ja. Wauws natuurlijk, maar wel, dat deed ik wel. Ja. En? Ja. Kan hij het? Ja, hij speelt nu bij IJsland 18. Moet nog flinke stappen maken. Maar dat heb je echt. Talent is er wel natuurlijk. En vooral de. Ja, liefde. De liefde, het is hem alles. En daar begint het wel mee. Hè. Je moet niet je moet, want als je morgen stopt is ook oké. Maar het is wel die liefde, die passie moet je uitstralen. Wat wij nu allemaal hebben voor het padel, zo'n jong jongetje moet dat ook gaan krijgen. Hey, ik heb nog een vraag en ik zeg erbij, alles kan eruit worden geknipt. Kan Estefan een beetje padellen? Nou ja, dat hoef je niet uit te knippen. Die kan ook alles. Daar word je ook gek van. Oh ja? Ja, die kan ook alles, ja. Dus dat is ook echt met een bal. Alles met een bal is er gewoon... Maar die kon ook tennissen. Dus die doet het nooit, hoor. Want die heeft geen tijd. En die heeft ook met de sport kan ze niet zoveel doen. Maar die kan aardballen slaan. Over wat er ook nog uitgeknipt kan worden. Maar wat ik toch belangrijk vind om te vragen. We zijn in een lang en wat turbulent en moeizaam proces. Het is ook wel leuk met Peter bezig. Ja. Ja. Heb jij nog wat tips? Heb jij nog wat iets waarom wat hem verder kan helpen? Nou ja, ik denk dat wijntje, dat trekt hem al erg over de streep. In de zin van, ja, je moet er een gezelligheidspot van maken. En zoals ik het zie, gewoon lachen en met je eigen niveau spelen. Misschien iets beter dat je er wat aan op kan trekken. En voor de rest gewoon lekker slaan. En vooral maar stel je voor dat ik op vakantie ga naar Roemenië. Ja.
Ik kan jou bellen voor een... Dan gaan we een potje spelen. Ja. Ja. Dan zorgen er nog een paar 80-plussers klaarstaan. En dan... Dit hoeft er niet uit. Rafael is een lul. Maar Raf, dankjewel dat je er was. Wat ja, hebben we van je genoten. Oh, heerlijk. Goed einde. Dames en heren, dank voor het luisteren. Dit was hem weer. En tot volgende week.